waar we als, als ING wereldwijd een tool hebben ontwikkeld waarbij we veel meer gestandaardiseerd kunnen opereren en waarvan we van ongestructureerde data eigenlijk structuur kunnen brengen, waar we analyse op kunnen doen, waar we een audit trail op kunnen bouwen en waar we dus veel effectiever eigenlijk om kunnen gaan met nieuwe ontwikkelingen die in de markt gebeuren, om die in onze compliance risk management processen te verwerken. En dat is dus een mooi voorbeeld van iets wat ons heel erg helpt in de strategie en wat ook nog eens leuk is voor ING. Momenteel is het enige, of tenminste is er beperkte wet en regelgeving voor de cryptosector. Het is alleen gefocust op AML5 en sanctiewetgeving. Zometeen met de komst van de MiCA-regelgeving, dat is over 18 maanden, hè, dan wordt dat veel breder uitgepakt. En dan moet je het zo zien om het plat te slaan. Hè. Het ziet heel veel toe op vergunningen. En er komt ook heel veel in het kader of bijkijken voor wat betreft consumer protection. Voor mij staat privacy voor trust, vertrouwen. Op het moment dat gegevens van mensen bij jou in jouw handen liggen, dan denk ik dat het belangrijk is dat je uitstelt, dat je dat heel serieus neemt. Dat je je best doet om dat goed te beveiligen, om ermee om te gaan met wat er mag. En vooral eerlijk en open te zijn. En wat je vaak ziet bij niet zozeer big data, maar misschien wel een beetje big tech. Het kwam ook nog aan de orde, hè, eerder vandaag. Eerst groeien en dan zien we wel hoe we met compliance en wet omgaan. Maar niet jokkenbrokken. Het meeste waar denk ik de hele sector zich mee bezighoudt is de invulling, een effectieve invulling van een risk-based approach. Dus heel goed nadenken hoe je nou die open normen kunt gaan inzetten, om je risk appetite goed te kunnen bepalen. En op welke wijze kan technologie je daarbij helpen? Ik denk dat het zeker een rol kan spelen, omdat het heel veel manuele, simpele acties kan elimineren. En dat je juist de focus kan leggen op de wat meer lastige gevallen.